Welkom bij de kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Kijk gerust mee tot het einde hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Ik zou vandaag kiezen voor een klassieke wedstrijd. Ik zou vandaag starten met Vitesse tegen RKC Waalwijk. Het weer is prima hier, de grasmat droog en een biljart laken voor de wedstrijd. De aftrap vindt zo plaats. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Mijn naam is Siert de Vos en naast me zit collega Jeroen Gruter. En voor de liefhebbers van Nederlands voetbal hebben we vandaag Eredivisie voetbal. Ik kijk er naar uit, Jeroen. Ja, Siert, ik heb zoveel zin in deze wedstrijd. Veelbelovend hoor, met deze ploegen. Laten we hopen op een mooie partij. Richting het doel van de tegenstander. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Slim steekpaasje. Nee, dit is buitenspel. Die paas komt te vroeg. Ja, zie je het goed gezien. Die speler kwam terug uit buitenspelpositie, maar degene die de paas gaf, had gewoon nog ietsje langer moeten wachten. Ingooi voor de Arnhemmers. Niet meer in balbezit na die ingreep. Maar er is een mogelijkheid om al voor te geven. Een tackle die goed afloopt. Lekkere steekpaas. Op tijd vertrokken. Nog steeds gevaarlijk. Ja, nee! Terug via de paal. Hij zet een voet terug. Dribbelt verder richting doel. Hij is niet bang, hè? Hij haalt hem voor zijn voeten weg. Ah, mooie klassieke redding van de doelman. En precies op het goede moment uitgekomen. Bijna waren ze op voorsprong gekomen. Maar ja, de bal gaat niet in het doel. Hij kets af op het doel. Ze vecht om de bal. Over de achterlijn gewerkt. Corner. De spelers dus van die langs. Komt de hoekschop in het midden. Gevaarlijke steekpaas. Pakt die bal goed op. Ja, ze maken hem. Eerste doelpunt van dit duel. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas, alles goed. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Niet meer aan de bal na die tackle. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Hij gaat verder. Nee hoor, toch niet. Ze zijn de bal kwijtgeraakt. Mogelijkheden voor een counter. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Boom, koekoek, confetti. Ja, ja, de tegenstander was totaal niet bedacht op die counter. En dat komt ze nu duur te staan. Ah, tot in perfectie uitgevoerd deze counter. Totaal onverdedigbaar. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt.
Die zit voor Vitesse. Nummer 14. Oussama Dembele. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Maar voordat het echt gevaarlijk wordt, is de bal alweer bij de tegenstander. Vitesse eist vandaag het meeste balbezit op, dat blijkt wel. En als ze de bal... Ja, ja, hier moeten ze gebruik van maken. Redding, spel gaat verder. En die bal zeilt naast het doel. Gaat over de lijn, inworp. Hij wordt teruggedrongen. Ah, dat getuigt van een fijn staaltje spel in zich. Oh, buitenspel, het leek zo'n mooie loopactie. Mistakepaas op het juiste moment gegeven. Ja, dit is bijna niet te zien. Wat scheelt dat? Een paar centimeter misschien? Het leek nog niet op een doelkans, maar toch doet de verdediging zijn werk en zet hem buitenspel. Al scheelt het ook weer niet heel erg veel. Hij zit er goed tussen bij die pas. Ze komen opnieuw in balbezit. Offensieve intenties bij de Arnhemmers. Door die actie is hij de bal kwijt. Zegt de paas, hij levert hem in. Dat moet beter. Twee die om de bal. Vrije trap op een wel heel interessante plek. Redding en bal geklemd. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Een uitgekiende steekpaas. Een paas naar de andere kant van het veld. Goed gereageerd zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Het fluitsignaal voor de rust. De stand is 2-0. Hierbij gaan we de rust in met 2 doelpunten. We gaan gauw weer verder. Kijken of we onze doelsaldo groter kunnen maken. Aftrap tweede helft. Daar gaan we. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Hij anticipeert goed en hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Een geweldige redding van de keeper. Ja, atletisch hoor, die zweeft uit naar de bal. Fantastisch. Corner van Oussama Tanane. Die kan die bal wegwerken. Ze kunnen snel uitbreken nu. En die veelbelovende counter eindigt zo in balverlies. Knappe verdedigende actie en weer in balbezit. En daar zit hij gewoon goed tussen. Matus Bero. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Zie je dat die speler probeerde terug te komen uit buitenspelpositie? Ja, inderdaad, maar iets te laat. Of de paas werd te vroeg gegeven, het is moeilijk bekijkt.
En nu wordt het oppassen. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Er ligt een counter op de loer. Oussama Tanane. Een sterke verdedigende actie. Waarmee hij de bal op de eigen speelhelft verovert. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. De bal weer heroverd. Die bal wordt goed onderschept. Een succesvolle tackle op eigen helft. Aanval via de zijkant en dan de voorzet. Hij komt eruit om die bal te pakken. Hij weet te voorkomen dat hij pas zijn eindstation bereikt. Sterke tackle hoor, op een mooie positie weer aan de bal. Een grote kans hoor. Die speler staat in de baan van het schot. Wat gaat hij doen? Ratatatatatata, die gaat er uitstekend in. De doelman kon er moeilijk bij, omdat die bal erg laag werd geschoten. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. En vervolgens kan hij verwoestend uithalen. Ja, het lijkt wel een raket die zo langs de keeper inslaat in het doel. Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in dit duel. Oussama Dafarou. Sterk hoe hij die bal verovert. Wat kan hij hiermee? Nou, gooi deze maar weg. Een hard schot, maar toch niet goed geraakt. Hij gaat echt totaal de verkeerde kant. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Michiel Kramer. En de vervanger is nummer 9. Finn Stoppers. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. Van de bal afgezet. Ze komen aan de bal. Zet verder door. Goede verdedigende actie. Bal heroverd op de eigen helft. Hij speelt hem slim. Oh, dit scheelt weinig hoor. Ja, ik noem dit micro-buitenspel. Mooi woord. Die gaan we munten. De coach lijkt te gaan wisselen. Pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. Laatste balcontact was van een speler van de tegenpartij. Dus hoekschop. Hoekschop komt voor. Het gevaar is nog niet geweken. Dat moet toch lukken, deze bal. Goed verdedigd, dat schot. Balbezit naar de tegenstander. Ruimte voor de counter.
Nog steeds met de bal aan de voet. Ah nee, ze zijn de bal alweer kwijt. De aanval is ten einde. Er komt 2 minuten speeltijd bij. Dit moet een doelpunt worden. Ja, die paas werd te laat gegeven. Jammer hoor. En nu snel schakelen voor de counter. Bal weggebokst, gevaar geweken. De scheidsrechter vindt het genoeg geweest. De thuisploeg wint. Nou, eigenlijk was er geen vuiltje aan de lucht vandaag. Hierbij winnen we met 3-0. Ik bedank je voor het kijken. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je snel dan. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten op een van onze filmpjes, laat dan snel een like achter. Mocht je nog geen reactie hebben geplaatst, plaats dan een reactie. En voor nu bedank ik je nogmaals voor het kijken. En tot de volgende gameplay.